Goedemorgen dames en heren, want er is een nieuwe video. Vandaag jongens spelen we een nieuw spel op ons kanaal natuurlijk. En dat is Among Us. Ik ben natuurlijk samen met Ferre, Jochen de Gamer, Wart, Storm, Alain niet mee, die is net geliefd, Glenn en Matteo. Hallo. Hey. Hallo. Ik ben niet geliefd. Yo. Geliefd, het is connect bij mij. En ik ben er weer. Ah, dat is toch Sam. Dan kunnen we starten. Goed? Gaan we... Ja. Zijn we daar allemaal klaar voor? Ja. Oké. 3, 2, 1. Oké. Is ook iedereen mute trouwens? Dat is ook een dingetje. Moest dat nog muten? Ik ben de imposter. Dat meta is toch toevallig of niet? Er zijn er trouwens ook twee. Dus wie is nog de imposter eigenlijk? Weet ik eigenlijk niet. Wacht. Oh jongens, ik ben gewoon de imposter. Oh, maar ik heb maar twee keer gespeeld, jongen. Ik heb die settings wel op dan trouwens, maar dat komt wel goed. Ik ben gewoon de imposter, ja. Ik weet niet of je dit heel fijn vindt, eerlijk gezegd. Oh, nog een gamer is hier. Wel even oppassen, trouwens. Honden, zeg. Dat is wel niet handig. Oké, eens even... Concoulourissen. Of ik een paar mensen gaan doden. Wie is nog de imposter? Weet ik eigenlijk niet wie nog de imposter is. Ik denk ook niet naar hier. Oh, Alain zoekt de imposter. Oh, dat is nice. Oh, hé, hey, iemand hier. Hallo. Waar lag de body? Ik heb niks gezien waarom licht. Ik heb één taak gedaan. Rang van dingen. Security. Ligt in security? Security. Ja, ik was er niet. Ik was bij cafetaria. Ik was ook bij cafetaria, maar ik ben echt net aan haar voorbij gestapt. Meneer, wie heeft iemand hem zien liggen of niet, dat body? Nee, ik zag niemand, nee. Nee, van verre. Waar lag de body nu weer verre? In de gang van security. Van security, hier. Ik was samen met Alain in de cafetaria. Ja, ik was met Robin met de cafetaria. Alain liep naar mij uiteindelijk. Ik ging naar die... Waar was je dan? Was je dan onder cafetaria? Nee, rechts. Of waar was ik? Was je bij Weapon? Ja. Nee, hij was bij Weapon. Oh, ja, oké. Okay. Ja, ik zat met Robin in cafetaria dan. Ik deed de upload of de download, hoe het ook heet. Ik was een admin met ook die download-taakjes zo aan toen. Ik ging naar links eigenlijk, links van cafetaria, daar was ik. Glenn, waar zat jij? Glenn? Ja, Glenn is dood, hè. Nee, Verre. Ah ja, Glenn, ja, die is dood, ja. Ik zou het echt niet weten. Ik heb ook niemand niet gezien buiten Alain, eerlijk gezegd. Dus een aanrader is een skip, om te beginnen, want we weten niet veel. Ik doe skip fout, want ik weet echt niet. Ja, ik ga ook skip fout dan. Ik zou het echt niet weten. Oké. Geskipt. Oké. We kunnen weer verder. Oké, Alain is bij mij. Waar we wel bij Alain blijven, ook gezegd. Maar ik moet eigenlijk misschien best opsplitsen naar Alain. Of weg van Alain. Heeft iemand gekild? Oh, wat is dat dan? Oh, dat is de raptor. Ik dacht dat we zijn op precies. Maar zie ik mensen op de map eigenlijk? Nee, hè? Zoals zij het. Alain is bij mij. Alain, dat is Wart. Oeh, Wart wil ik misschien wel killen op zich. Oh, Ferre is ook bij mij. Wacht, waar is Wart nu? Honde, ik moet Wart hebben. Oh, Wart is hier nu. Wart gaan we doorhebben volgens mij. Wart gaan we echt doorhebben. Oeh, dat is Quicks. Gaan we zo doorhebben? Oh, Wart is bij mij. Ik ga voor Wart. Klik erin. Dus de settings gaan van buiten kan leren, want... Bij mij is Quicks nu ook. Toch een gamer is hier. Ah, die gaat me doorhebben. Ik weet niet wat ik nu best kan doen. Die settings, jongen, ik krijg echt honden van. Het body, oké. Oké, waar de gamer, waar lag hem? Ik heb het CO2, daarachter heb je zo'n... No answer. Begin waar ik met me vliegen, hè. Nog twee. Ja, en daar? Nee, niet daar. Daar is... Wacht, waar ligt hem? Voilà, ja, okay, ik neem die naam niet. Waar je zou... Ik denk links ergens, want ik weet dat... Oh, onder is... weapons. Onder weapons. Ja, onder... Allee, je bent geliefd. Ik zeg daar Alain. Wacht. Nee, ik wil disconnect. Alain was daar. Maar waar ligt de body? Wat doen? Eén keer ligt er iemand dood en Alain was weg. Ik weet dat Wart links zat. Links van het gebouw. Okay, luister, hoeveel imposters waren er? Twee imposters. Oké, als Alain crewmate was, hadden er imposters gewonnen. Dus Wart is 100% een crewmate, dat weten we. Dat is wel sad dat Alain is gedisconnect. Maar de imposter staat dus nu in zijn eentje, helaas.
We hebben niemand gestemd, dus alleen moesten imposters zijn. En als je 2 imposters en 2 crewmates hebt, dan hebben de imposters automatisch gewonnen. Ja, maar... Dus alleen, Bart is safe, dat weet ik zeker. Dat is zeker. Hoezo zwart safe dan? Hoezo... Omdat hij wist dat Alain imposter was. En wij vertrouwden hem natuurlijk nog niet meteen. Maar toen is Alain gedisconnect. En als hij een crewmate was, dan hadden de imposters gewonnen. Ah, zo dus, ja. Bart die bespreekt de waarheid over dat Alain een imposter was. Maar dan ben ik even zo cru goed aan het nadenken. Zo nu jij zegt dat waar het safe is. Ja. Zit ik maar hoezo is dat... Jullie twee. Luister, ik... Nee, want als wij twee het zijn, dan hadden wij al gewonnen. Dat is waar ook op waar ik zweek. Er zijn 2 imposters. Er zijn 2 nog. Of was Alain er al 1 van? Alain was er 1, want anders hadden de imposters gewonnen. Okay, ik dacht van... Ah, ja. Oké, niet beslijken, maar als ik gedisconnect was, hadden de imposters dus... We moeten nu voten, jongens. Oh ja, by the way, 5 seconden, wat moeten we doen? Bart, wij blijven bij elkaar. Bart en ik blijven. We blijven allemaal bij elkaar. Ik ga skippen. Oké, blijven we met z'n vieren bij elkaar. Sowieso ik en Bart. Bart vertrouw ik. Bart is niet in. Oké, niemand is... Oké, het skipt. Alain is disconnect. Vraag me niet waarom, maar... Of waarschijnlijk een kind. Allee, ik weet niet wat er gebeurt, maar... Moet nu echt niet opvallen, want dat is er echt niet goed komen anders. Ik ga nu doen alsof ik een taak heb, hier bij de electrical. Nu wat ik kan doen, jongens. Ik moet eigenlijk quickskillen, want die is eigenlijk gevaarlijk voor mij. Nee, ik kan niet doen. Ik moet echt quicks hebben. Op zich, althans, als ik wart heb... Ik vind het wel moeilijk, hè. Want Wart is, wat zei, dat is Wart 7, dus ik vind het moeilijk. Ik moet elke iemand kunnen achtervolgen, hè, maar... Ik moet iemand kunnen pakken, heel geniepig. Ik weet niet. Ik denk dat ik Wart moet pakken. Ik denk het beste is dat ik Wart moet pakken. Althans, een thuis. Oh, bij mij is Quicks. Honden. Nou ja, als ik nu Jochem pak, dan weten ze dat ik het ben. Ik weet niet waarom ik... Ja, nee? Ik wou dus kijken of Robin Jochen had gekild of Jochen Robin. Want als het zo was, wisten we wie de imposter was. Ik zat even ook na te denken. Want ik ben de hele tijd nu in camps. Om even te zien van, zal het misschien een verdachte beweging zijn? En ik zag zo, toen ik Robin zag aankomen, ik dacht even, ik ga even weg op de hoop dat hij me niet vindt. Voor het geval dat. Maar ja, ik ben niet zeker dat hij het is, maar... Ja, maar ik weet 100% zeker dat Bart de crewmate is. Bart en ik bleven bij elkaar. Ik ging de emergency callen, want als ik ben echt niet zeker van Bart trouwens. Als mij speelt hij nu gewoon een slachtofferrol. Nou, het is dus zeg maar... Bart, luister eens naar mij, hè. Vertrouw jij mij? Ja. Oké. Jochen of Robin is het dus. Als Jochen dood is, is het Robin. Als Robin dood is, is het Jochen. Imposter wil 1 van ons 2 killen. Dat wil hij doen. Ik denk dat ik weet wie het is, maar ik ga nog niet te veel erover zeggen. Ja, Jochen denkt dat het Robin is. Robin denkt dat het Jochen is. Nee, ik denk dat Bart het is. Echt? Ik snap op Bart. Ik ben daar eigenlijk echt zeker van. Ik heb al mijn taken klaar. Ik ook. Ja, maar ik ga nog niet direct beginnen. Ik wil echt... Ik wil meer weten. Wacht, Jochen, heb jij al je taken klaar? Mijn taken zijn af. Ik ga gewoon lekker in mijn... Ja, oké, dan is het Jochen. Want... Wat?! Skip. Weet je waarom? Ik leg uit. Jochen, omdat als alle taken af zijn, Bart en ik zijn klaar en dan hadden we gewonnen met de taken. Dat is goed. Wegens denk dat Jochen het is. Ik moet nu Quicks pakken. Dat moet gewoon. Ik moet Quicks nu pakken. Ik vind het echt moeilijk. Ik moet wachten tot iemand hier komt voor een taak. Althans, ik moet echt Quicks nu pakken. Allee, het storm met raten. Het was de Robin, hè. Tijd. Ik heb die taken zo afgemaakt. Gisteren, natuurlijk. Kijk, ben al. Het is heel sad. Jochen, sorry, ik was vergeten dat Ghost. Maar Alain, ik zei van Alain dat hij was disconnect. Dames en heren, tweede ronde, hopelijk iets beter. Starten. Jongens, succes, hè? Good luck. Niet disconnect. Oké.
Want zo praat het nu wel goed gaan lukken. Oké, okay, nu ben ik crewmate. Ben ik eigenlijk iets fijn, want ik vind imposter echt zo spannend altijd. Oké, okay, mapkijker, waar zijn er dingen? Er zijn dingen bij de elektroschool. Daar zijn, ja, I'm niet blamen jongens voor de uitspraken. Ik ken ook dat ik niet echt heel veel Engels kan, dus... Oké, okay, hier zijn taken te doen, denk ik. Ja, hier een taak te doen. Use. Download. Oké, okay, lekker aan downloaden. Oh, lekker gezellig gedraaid, hè. Ik moet echt zien dat ik dat niet word gekild, jongens. Zou echt heel fijn zijn, want... Oh, phew. Yo. Yo. Matteo. Het is Matteo. Is de reden? Matteo? De reden, ik vond... Ik ging binnen in... In, nee, wat was het? Nee, naast... Electrical. Naast, nee, niet electrical. Iets meer rechts. Dus de cafetaria gaat naar beneden, dan naar rechts. Admin. Ja, ik ging naar admin binnen. Ik deed een task. Ik kom eruit. Storm stond daar. Dan ga ik terug naar admin binnen. Ga ik er terug uit. En dan ligt de body van Storm daar en Matteo loopt weg. Ja, okay. Ik weet het niet. Het is de body die lag in het jongens, kan ook zijn dat Alain zich indekte, jongens. Ik zei het maar. Nee, de body lag... Nee, kijk. Ook, dus eigenlijk... Luister. De body lag in de gang van admin. Ja? Dus ik ga dan in admin binnen. Ik doe een task. Ik ga naar buiten. Storm en Matteo lopen daar. Ik ga terug in admin. Dan ligt de body van Storm daar en Matteo loopt dan net weg. Joni, oké. Alleen even wachten. Dingen, ik ben van begin van cafetaria naar navigation gelopen. Ik zag daar Storm. Dan ben ik van navigation naar shield gelopen. Heb ik naar mijn taak gedaan. Ik ben dan naar storage gelopen. De lichten gingen uit. Dan was ik even naar admin en ik zie daar een dode body en alleen loopt net weg. Weet je wat, ik dacht toen ik niet. Dat als één iemand die lichten ging fixen, die imposter daar zou opwachten. Maar blijkbaar heb ik verkeerd ingeschat. Maar... Wat Alain nu allemaal heeft gezegd, het kan zijn dat er zo gebeurd kan zijn wat hij zegt, of het kan een dekmantel zijn. Dus daarom kunnen we misschien, als we nu zeggen van, oké, Matteo is verdacht, we stemmen hem, maar als hij het niet is, dan is Alain dan wel dus. Dat klopt. Ja, dat wel, ja. Ik blijf erbij dat Matteo het is. Ik blijf erbij. We hebben nu alleen nog maar een getuige van Alain, hè. We hebben voor eerst niemand die het... Nou, ik heb Alain. Alain is heel verdacht. Sorry, Matteo. Ah, jullie zijn ook echt... Oh, gelukkig. Oh, ik ben nog iets kwijt. Oh, Alain toch gelijk. Oké, het Alain. Oké, nog één imposter nu, hè. Ik ben benieuwd wie dat gaat zijn. Hier is een taak. Even pakken, even usen. Ah, uploaden. Maar ik vind Alain... Die kan soms... Ja, volgens mij wou die gewoon in de slachtoffer gaan spelen en zichzelf gaan indekken, maar hij is het niet, dus het kan natuurlijk wel altijd zijn, hè. Dat is natuurlijk wel een ding, hè. Maar je weet niet dat iemand zijn mede-imposter gaat verraden, dus zo raar zijn. Wacht, waar zijn de taken? In de reactor zijn taken. Of de reactor, weet ik hoe ik bedoeld zeg. Hier, hè, ja. Joes, we moeten oppassen hier. Oh, wat? Wat? Mat, hoe moet deze taak? Ah, zo. Zo. Hoppa. Ik heb nog een paar tasken doen. In admin zijn er zo'n taakje. Was zo jongens trouwens voor mijn geloop, maar ik kan ook niet echt die controles van buiten, dus. En soms een beetje moeilijk om te lopen, maar. Maar waar is er is? Of weet ik aan navigatie? Views. Upset touch complete. Wilt u wel iemand mij trouwens? Ik weet niet wie het was, maar. Wel even oppassen natuurlijk. Echt gevaarlijk, maar ik denk dat. Het wel wacht niet helemaal. Als ik heel eerlijk ben. Oh, ik heb admin nog één taak. Oké. Even een taakje doen. Alain is hier. Vertrouwen wacht in Alain. Eerlijk niet, jongens. Dat is ook gewoon puur omdat. Ja, ik weet niet. Hier is nog een taakje. De kaart. Virgin meeting. Ja, even. Ja, Alain zei het eens. Mag ik even iets zeggen? Ik zat ook met dat gevoel, want ik was in admin met hem op een moment. Ja. En opeens die deuren naar cafetaria en storage waren dicht.
En ik ging maar de ene zo in admin. Ik zat even te denken van, nee. Luister. Ik was ook in admin trouwens, goed een taak aan doen. Luister. Ik dacht, er stond op de mat dat daar een taak was, maar blijkbaar was het er niks. Luister nu even, hè. Ik zat in de gang van admin, ik kom in cafetaria binnen, ik zie Glenn letterlijk voor mijn gezicht gewoon wart killen. Letterlijk voor mijn neus. Het is helemaal omgekeerd. Glenn, ga dit niet, als je ik heb het niet gezien, ik weet het echt niet. Want jij was ook niet. Glenn, jij was de enige. Nee, Glenn, jij was de enige dat. Jij was samen met Wart, zat jij alleen in cafetaria. Dus ik kom daar binnen en jij killt wart voor mijn neus. Dat is helemaal... Maar ik weet wel dat Wart naar Navigation ging aan het lopen was, dus... Ja, Wart is inderdaad naar Navigation gelopen, dan is naar Cafetaria gegaan, Glenn was er naartoe en Glenn kunt ervoor zien op mijn neus. Ja, ik heb de camera's gekeken, ik heb nog wel onthouden. Ik heb nog even onthouden. Ik zat in cams, ik heb Robin naar admin zien gaan, ik zag hem niet meer uitgaan, dus... Robin, is dat waar dat geen admin? Ik was met een taak bezig, ja, ik was de bank pas aan het doen. Oké, okay, dus en ik zag Glenn in de, van de gang waar de map bij is, naar Cafetaria gaan. En ik zeg inderdaad, Alain, dat is toch waar dat je richting cafetaria loopt van storage naar cafetaria, hè? Ja, ik ging naar cafetaria. En Ferre, ik heb geen idee waar die zat. Ferre is ook in admin. Over mij. Ik heb iedereen dus gezien, behalve Ferre. Dus het kan zijn dat misschien het verhaal van Alain wel kan kloppen. Want Robin, die was in admin. Was in admin. Echt richting cafetaria aan het gaan. Jij wordt ook richting cafetaria aan het gaan. Nee, maar ik was een taak aan het zoeken. Ja, iemand kunnen ze inderdaad een taak zoeken. Ik heb mijn conclusie genomen. Van de imposter. Ja. Sorry. Ja, maar Alain. Glenn. Wat? Jullie zijn toch echt? Ik denk echt Alain, oprecht. Ah, hey. Oh, ja, dan is Glenn. Dan is het sowieso Glenn. Ja, maar ik dacht Alain. Onder moet wel van Glenn wegblijven nu dan. Taakje. Admin. Ah ja, admin nog. Ik vertrouw Glenn gewoon niet. Want dit is mijn broer, maar ik vertrouw hem niet. Oh, dat zijn gelichten niet meer. Dat is minder. Oké, okay, bankpas eraf doen. Is Amtaak natuurlijk klaar. Kill! Oh! Mijn eigen broer, jongen. Dat is er om te honden. Vind ik Glenn nu toch wel nog een beetje zus, hè? Mijn eigen broer. Is hem niet... Ik zei nog geen bank van mij, maar toch kilt hij mij. Ik zag jou een admin. Ik? Ja. Ik ben niet in admin geweest. Ik zag jou wel daar. Oh, Glenn. Ja, maar ik ben er niet. Wilde heel sneaky. Ik was in cafetaria, ik was de hele tijd aan het lopen. Opeens waren er lichten gestapoteerd. Ik was niet naar de lichten gegaan, want er waren al andere mensen onderweg. Maar ik dacht van, wie vindt jij weer zo bang? Maar ik vind u echt zus, want Alain is er niet. Hij heeft zoveel moeite gedaan om dat verhaal te vertellen. Dus, Nee, ik wil hem toch wel. Ik weet jou niet, bedacht niet. Glenn is echt helemaal aan het indekken, niet normaal. Ik ben niet in admin geweest. Nee, ik vind jou bedacht. Ik vind heel jou bedacht. Nu weten we wel niet. Nee, kom aan, Ferre. Dank u, Ferre. Dank u. Als Ferre dat nu is, word ik echt... Dat was een poster. We hebben gewonnen, jongens. Catching. Lekker gedaan, jongens. Echt een zieke wereld.